In Den Haag wordt aan de Mient, op de plaats waar vroeger het Maris College stond, gebouwd aan een uniek bouwproject, de Groene Mient. De Groene Mient is een bijzonder sociaal-ecologisch woonproject met 33 woningen. Een klein groen dorp midden in de grote stad. De Groene Mient is een CPO-project waarbij 33 particulieren gezamenlijk opdrachtgever zijn. Sinds maart 2016 wordt er gebouwd aan de Groene Mient en de werkzaamheden zullen ongeveer een jaar gaan duren. De bouw van de Groene Mient heeft nogal wat voeten in aarde. Te meer omdat de woningen weliswaar één geheel vormen, maar onderling alle 33 heel verschillend zijn. En er vanwege het groene karakter veel speciale installaties worden geplaatst. Bijzondere materialen worden gebruikt. En soms ook speciale methoden van bouwen. Groen is met name de materiaalkeuze. En ook de constructies goed geïsoleerd. Want uiteindelijk is het product wordt groen. Dus weinig energiegebruik. Duurzaam materialen. Dat hout, dat is natuurlijk heel duurzaam. Dan wordt straks door verduurzaming wordt het grijs. Dus je hoeft het niet te schilderen. Weinig onderhoud eraan. Maar energiegebruik is wel het belangrijkste element dat dat heel laag is. Het groene aspect zit hem hoofdzakelijk in de bouw, de bouwfysische waarde van het gebouw, de luchtdichtheid, de isolatiewaarde van het gebouw en het uiteindelijke energieverbruik van de woning door de luchtdichtheid en de gebalanceerde ventilatie die erin zit. Heel goed geïsoleerd en een luchtdicht gebouw. Het is een gesloten bouw, het is een luchtdicht gebouw, de luchtdichte woningen. Met de hoogste luchtdichtheid van de woningen die we op dit moment kennen. Dat houdt dus in dat er dus nagenoeg geen warmte en geen energie verloren gaat. En dat de energie die de woning vrijgeeft ook zoveel mogelijk teruggewonnen wordt middels warmte terugwinnen installaties. Dus een lage energieverbruik van de woning. Dat is eigenlijk het beste en het meest in de oogspringende gedeelte van de groene. In de uitvoering dat er natuurlijk heel duurzame materialen worden gebruikt. Wat tegenwoordig een heel hot item is natuurlijk alles gescheiden afvoeren. Dus we hebben ik denk wel 6-7 verschillende afvalstromen. En de uiting van het gebouw zelf. Hè. Dat vraagt nogal wat aandacht in het voortraject, doordat je de detailleringen en de details en de bouwaansluitingen van de diverse onderdelen op elkaar heel goed op elkaar moet gaan afstemmen. En dat je dus heel veel gebruik moet maken van kitten, van goede aansluitingen, folies die goed moeten op elkaar moeten aansluiten. Luchtdicht bouwen, dat is een hele hoge eis hier aan luchtdicht bouwen. Dus alle kieren en naden moeten afgeplakt worden en alle toepassingen hebben weer een andere maatregel gekregen. Maar het zijn hele luchtdichte woningen moeten er zijn. Hij moet compleet dicht, luchtdicht, noem het maar, afgeplakt zijn aan de binnenkant. Waardoor er geen enkele lucht de woning kan verlaten. Nou, de moeilijkheid is natuurlijk dat je altijd verschillende producten hebt die met elkaar, die hebben een andere werking ten opzichte van elkaar. Dus je moet een product gebruiken. En in dit geval is het een airseal tape geweest. Die plak je op de toepassing en dat moet eigenlijk geheel dichtmaken. Je moet voorprimeren, schoonmaken, voorprimeren en dan het materiaal zo aanbrengen dat als een stukje doorkomt, dat hij het kan stukken en dan niet het hele hoekje weer opensnijdt. Dus het gaat in de uitvoering zover dat je daar echt wel bij elke woning bij betrokken bent. Om wat goed voortijdig aan te brengen en te controleren. In die zin is het best een heel bijzonder project, ja. We hebben hierachter zit een kalk zandzeemuur. Steenachtig product en de kopgevels die zijn eigenlijk van HSB elementen, dat zijn eigenlijk houten elementen en die sluiten op elkaar aan, daar moet je hem luchtdicht af te werken. Dus we hebben hem volledig met band en eigenlijk met een airseal tape helemaal dicht moeten maken. Ik kan je nu niet meer zien, dat is allemaal eigenlijk weggewerkt om het zo maar te zeggen. Dus eigenlijk zie je er niks van, het zit allemaal onder de vloer, achter de stuk, dat soort zaken. Zelfs de puien, alle glas is helemaal afgekeerd, helemaal luchtdicht afgekeerd. Dus die ruiten staat helemaal in de kit, om het zo maar te zeggen. Dus eigenlijk ook hier heb je geen luchtlekken. Het bouwen van heel energiezuinige woningen heeft dus nogal wat consequenties. Zoals de noodzaak alle wanden helemaal luchtdicht af te werken. Maar ook speciale keuzes van materialen. Wat meteen in het oog springt is de bekleding van de gevels van de woningen die het verst gevorderd zijn met duurzaam Douglashout. Het Douglashout is een duurzaam zacht houtsoort wat behandeld is met een bepaald procedé. En eigenlijk zoals het nu ziet mooi gaat vergrijzen in de toekomst. En waar, het is hout, dus het is sowieso een duurzaam product. De leien
is natuurlijk ook uiteraard een natuurproduct wat tot in de lengte van jaren eeuwig wel zal blijven bestaan. Wat een bijzonder project is, product in deze bouw zijn de kozijnen. Die zijn gemaakt van Akoya. En Akoya is een super duurzaam houtsoort wat wel zijn nodige aandacht vraagt, wat een best wel een kritische houtsoort is, want dat is op het moment dat het geschilderd is en niet beschadigd, dan is het een prima tot in lengte van jaren houdbaar product. Het groene karakter van de groene mint zie je dus terug in veel materialen waarmee wordt gebouwd en gewerkt. De materialen die toegepast worden binnen en buiten. Het is, we mogen minimaal pur gebruiken bijvoorbeeld, omdat het milieubelastend is. We moeten FSC-hout gebruiken, we moeten allemaal voorschriften voldoen. Wat kenmerkend aan het project is dat het hoge bouwfysische eisen kent. Dus de luchtdichtheid van de gebouwen is een QV 10 van 0,15. Dat betekent dus dat er een zeer hoge luchtdichtheid is. En de hoge RC-waarde, dus isolatiewaarde, de thermische isolatiewaarde van de woning, die maakt het tot een zeer duurzaam groen gebouw. Waar we nu mee gaan beginnen aan de aankomende week zijn het plaatsen van de PV-panelen op dak, dus de zonnecollectoren en de PV-panelen. Eigenlijk is misschien de installatie nog wel het meest groene. Een hele energiezuinige woning. We zijn begonnen met het maken, dat is eigenlijk het allereerste wat we deden, de warmtepompen te boren. Dat zijn 180 meter diepe warmtebronnen die ze geboord zijn in de grond. Die dus de warmte vanuit de aardwarmte de woning inhalen. En daar ook eventueel nog wat koeling kunnen vandaan halen. Ja, installaties die hadden ze aan de voorkant hadden ze die helemaal uitgezocht. Daar hadden ze ook een partij het voortraject bijgehaald. Voor een groot gedeelte van de installaties, de verwarming met name. En dat is ook een separate opdracht geworden, dus het zit niet in de hoofdopdracht. Ja, we hebben hier diverse installaties in zitten. Het is niet een project met één installatie, het zijn er diverse. We hebben woningen daarbij die worden verwarmd met warmtebronnen. We hebben woningen die worden verwarmd met door middel van de PV-panelen. Dus we hebben woningen die worden verwarmd met zonnecollectoren, elektrische vloerverwarming met water. Allemaal verschillend, ja. Alle bewoners hebben andere indelingen, andere vorm van de woning. We bouwen 33 woningen en als je om je heen kijkt, denk je dat is een project waarbij een woningbouwproject. Nou, dat is in de verste verte niet het geval. We hebben te maken met 33 verschillende woningen. En ze zijn allemaal in plattegrond verschillend. Ze zijn in gevelbeeld zijn ze verschillend. En het belangrijkste denk ik, ze zijn installaties compleet verschillend. Behoorlijk, ja. Elke woning moet je weer apart opletten hoe je wat moet maken. Ja. Wat betreft de kopers specifieke wensen hebben we wat te maken met de koper zelf. Daar zijn we wel mee in gesprek om daar de specifieke koperswensen daar nog in te verwerken. Want die zijn er natuurlijk ook. En ja, dat betekent dat je wel met de 33 opdrachtgevers bezig bent. We hebben een kopersbegeleiding. Die heeft allemaal individuele gesprekken met de kopers. Er worden allemaal bijgehouden op lijsten. Dat zijn bij ons meterkastlijsten. En daar is het eigenlijk over vertaald. Komen er wel plinten, komen er geen plinten? Worden er plafonds gespoten? Wordt er getegeld? Op welke hoogte wordt er getegeld? En dat soort zaken. En die hebben wij natuurlijk in de map staan bij ons in de keet. Maar ook in de woningen voor de vaklieden buiten. Dat ze dat goed op kunnen letten of ze wel goed bezig zijn. Het lijkt een project met allemaal gelijke woningen. Maar dat zijn eigenlijk 33 individueel, compleet andere woningen. Je moet eigenlijk onderscheid maken tussen de buitenkant en de binnenkant. De buitenkant wordt meer gecoördineerd dan de binnenkant. De binnenkant is eigenlijk helemaal vrij. Dus die bewoners die maken gewoon een eigen woning. Dat zie je ook. Als je gewoon een rondje kijkt, dan zie je dat er eigenlijk geen twee dezelfde woningen zijn. Kun je aan de buitenkant zien dat ze aan de binnenkant heel anders zijn, ja. De woningen vormen dus een eenheid in de zin dat ze een gezamenlijke uitstraling hebben die oogt als een mooi geheel. Maar van binnen is elke woning verschillend. En dat betekent een complex bouwproces dat verloopt in verschillende fasen aan de hand van een strakke planning. Nou, alvorens we aan de slag gaan is het braakliggend bouwterrein wat al jaren zo ligt en waar het groen tot een meter hoog staat. Dat gaan we bouwrijp maken gereed voor de bouw. Vervolgens hebben we hier dan in vorig jaar maart zijn we de palen gaan heien. Er zijn in grondgevormde palen, mottenschroefpalen gemaakt. En daarna de fundaties
gemaakt, betonnen fundaties in het werk gestort. Waarna de prefab betonnen begane grondvloeren zijn gekomen. Het casco van kalkzandsteen bouwmuren met breedplaatvloeren, dat zijn betonnen, massieve breedplaatvloeren. Afgewisseld met hier en daar kanaalplaatvloer in verband met gewichtsbesparing. Vervolgens zijn de gevels gesloten met geprefabriceerde houten spouwbladen. Die worden elders gemaakt en zijn voorzien van isolatie, binnenbeplating. De gipsplaat zit zelfs aan de binnenkant al. De kozijnen zitten daarin. Ze zijn geschilderd en de beglazing zit er zelfs al in. Dus dat is een kwestie van de elementen aanvoeren, plaatsen en de folies dicht vouwen en dicht plakken, zodat er eigenlijk in een hele korte tijd een gesloten en een waterdichte gebouw komt te staan. Bij bouw nummer 1, dat is de verste woning. We hebben totaal 33 woningen. Dat is eigenlijk bouw nummer 1 en dat loopt eigenlijk helemaal rond op bouw nummer 33. En bouw nummer 1 is de verste woning. Hoe ver we nu staan? Daarna volgt het dak, plakken wij het dak dicht. En kan op dat moment eigenlijk al vooruitlopend op de gevelsluiting of al de binnenafbouw beginnen. En dat zie je dus ook gebeuren. De binnenafbouw is in een blok waar de gevelafwerking er nog niet op zit, is al de afbouw al gestart. Want dat is twee fases die door elkaar, of eigenlijk parallel aan elkaar kunnen gaan lopen. Nou, we zijn hier bouw nummer 1 aangekomen. En dan gaan we volgens de gevelafwerking, in dit geval hebben we daar een Douglas gevelbetimmering. Dat is een duurzaam hout, afkomstig uit Duitsland, behandeld. En waar je eigenlijk de rest van je leven beperkt onderhoud aan moet beplegen. En afgewisseld met een natuurlei, een groene natuurlei, die op dit moment ziet verschijnen in de bouw. Als we hier achter kijken, dan is het de gevelbetimmering is daar zo goed als gereed. De zwarte vlakken die daar nog zichtbaar zijn, dat wordt ingevuld met natuurlei. Dan is eigenlijk op dat dakkappen na en het schilderwerk deze gevel gereed. Nou, we staan nu binnen bouw nummer 1, de woning die het verst is. Je ziet de situatie van hoe het nu is. De wanden zijn gestuukt, de vloeren liggen erin. Vensterbanken zijn aangebracht. Het plafond is klaargemaakt voor de spuiter om zo met alle netjes in één keer te spuiten. Dit project is niet zin speciaal, vooral ik vind het CPO-verhaal meer indruk maken dan het groene aspect. Het groene aspect dat is toch voor je voorbereid. CPO, dan heb je te maken met alle individuele opdrachtgevers. Wij hebben in de Volksmond gauw kopers, maar dat is natuurlijk niet zo. Het zijn gewoon je opdrachtgevers. En dat zijn er in dit geval zijn dat er 33, maar die hebben zich verzameld aan de voorkant. En die hebben vertegenwoordigers gezocht die voor hun de technische dingen doet. En de zaak was eigenlijk zelf geen verstand van hebben. En dat hebben ze echt goed gedaan. Wij zijn bij de Groene Mint betrokken geraakt door een onderhandse aanbesteding. En dat heeft hoofdzakelijk te maken met de contacten die we hebben met Ravenstein. Dat is onze opdrachtgever. En Ravenstein is zeg maar een ontwikkelaar, begeleider van projecten. En Jack Ravenstein en Paul Dunnewold, dat was voor mij de contactpersoon om zodoende zeg maar, aan te schuiven bij een aanbesteding. Nou, uiteindelijk hebben wij die aanbesteding gewonnen. Zeg maar. En de eerste ronde na de aanbesteding, dat was een gesprek, gespreksronde. En daar zat toen gelijk ook al iemand van CPO bij. En normaal gesproken handelen wij eigenlijk met de opdrachtgever zelf projecten af. Maar hier zie je eigenlijk al het unieke van dit project. CPO, de particuliere initiatief, die schuift gelijk aan in het begin. Om zodoende ook hun informatie te delen, al zeg maar voordat wij gestart zijn. Die bewoners had ik in het voortraject alleen te maken met een viertal vertegenwoordigers van die bewoners. Die hadden dus een viertal mensen aangewezen die namens hun aan tafel zaten om het project door te praten. Dat weer gecoördineerd door iemand die hun begeleiden op het gebied van regelgeving, et cetera. Normaal gesproken zit ik eigenlijk niet met bewoners aan tafel. Als je zo'n project, een woningbouwlocatie, dan komen eigenlijk de bewoners pas kijken als het opgeleverd is. Maar hier schuiven de bewoners de eigen initiatieven, die het initiatief hebben genomen, die schuiven aan.
En zodoende heb je dus in een heel vroeg stadium heb je met bewoners te maken die uiteindelijk hier ook de eigenaar van zijn. Wij hebben meer CPO-projecten en dit vind ik al een voorbeeld van hoe het moet. En er zit een mevrouw Kitty van der Valk, die heeft het echt heel super gedaan. Normaal gesproken, als wij op een aanbesteding inschrijven, dan is het echt, dan ligt er een project, een tekening, een projectaanvraag, gegevens. En dan schrijven we in en dat voeren we uit. Maar in dit geval mochten wij ook vanuit onze eigen kennis en kunde, vanuit de infra, maar ook vanuit het groenverhaal, mochten wij daarin meedenken. Dan heb je te maken bijvoorbeeld met toepassing van het type teelgrond, wat hier toegepast geworden. Maar ook de waterpasserende verharding die hier wordt toegepast, in combinatie met de grove puinfundatie. En zodoende kan je dus in een heel vroeg stadium, kan je al uit je eigen kennis en ervaring, kan je bepaalde dingen aandragen, facetten in het werk, om met elkaar toch een goed plan neer te leggen. Ook straks, als de uitvoering helemaal gereed is, dat alle partijen ook tevreden zijn. Dat zij aan de voorkant een vertegenwoordiger hebben gekozen. En één architect, ze hebben dus één architect die dat voor hun coördineert. Die architect die bewaakt de eenheid. Die coördinator die bewaakt dat ze de processen goed volgen. En dat hebben ze echt strak georganiseerd. Die hebben ze heel goed gecommuniceerd met elkaar om uiteindelijk goed product te krijgen. Wat uit dit vakgebied bijzonder is, ten eerste dat is de waterpasserende verharding. Een waterpasserende verharding houdt in dat het regendruppeltje wat naar beneden valt, gaat dus niet via straatkolken naar sloten. Nee, er verdwijnt eigenlijk weer de bodem in. En via een rioleringsstelsel ondergronds gaat het naar een wadi op het middenterrein. Een wadi zijn greppels waar regenwater wordt opgevangen. En teveel aan regenwater wordt dan weer afgevloeid naar de omliggende sloten. Dus duurzaamheid, ook met betrekking tot regenwater, ligt hier zeg maar ten grondslag. Dus, en dat is dus de kracht, zeg maar, waterpasserende verharding, duurzaamheid, groen. Dat is één. En ten tweede, wat hier naar voren is gekomen, wij mochten al heel snel nadenken over het bomenplan. Nou, CPO De Mint had daar een hele gedachte bij. Perenboompjes, appelboompjes en allerlei soorten boompjes. Over heel de wereld moeten ze vandaan komen. En ook vanuit onze expertise, groen, grappenhoren groen, mochten wij daarin meedenken. Locatie, belichting, voeding, watertoevoer, waterafvoer. Nou ja, noem maar op. We doen er best veel. We hebben in Almere hebben een heel groot project, CPO-woningen, die ook best heel duurzaam zijn. We hebben in Amsterdam een groot project gedaan, maar ze zijn toch allemaal verschillend. En ze zijn verschillend vooral in de organisatievorm. En hebben ze één architect of hebben ze er meerdere? Dat maakt echt heel veel verschil. De rijwegen en de trottoirs die zijn hoofdzakelijk bestraat. Met natuurlijk wel toepassing van waterpasserende verharding. En gedeeltes zijn open verharding waar dus gras doorgroeit. En de bomen. Maar in het middenterrein, daar zal hoofdzakelijk zeg maar, het groene naar voren gaan komen. En daar heb ik net al iets van verteld. Dat zijn de wadi's, de greppels met de regenopslag. Daarna krijg je de heuvels met de afwerking met gras. En een invulling van allerlei soorten plantjes, bomen, heestes, etc. En dan komt er dus echt het groene zeg maar, naar voren. Het mooie van dit project, ik ben zelf, mijn specialiteit ligt in de infra. Infratechnische werkzaamheden. Mijn compagnon van Grappenhoren, die heeft zeg maar, de specialisme in het groen. Normaal gesproken in een infrawerk, dan doet de infra-aannemer al het straatwerk en de verharding en komt daarna de hovenier om de invulling voor het groen te geven. En in dit geval, bij dit project, is dat dus een mooie samenloop van omstandigheden waarbij groen en infra gecombineerd tot uitvoering wordt gebracht. En dat maakt dit project wel heel uniek. Al die individuele kopers, dat is toch heel bijzonder. Je hebt een project waar eigenlijk 33 ontwerpen zijn die samengevat zijn in één groot ontwerp. Dus de eenheid die heeft de architect eraan gegeven. Maar de invulling individueel, dat is dus, komt voor al die individuele mensen die samen bij elkaar zijn gaan zitten en een project hebben gerealiseerd. De meterkastlijst, ja goed, we kunnen hem even zien waar die hangt. Hij hangt in de meterkast. Kijk, daar hangt een voorbeeld van zo'n meterkastlijst. Algemene punten zijn dat. Ik bedoel, de ene heeft wel een gieberwand, de andere heeft geen gieberwand. Die heeft tegels tot en met 1,20 meter hoogte. De woning hiernaast bijvoorbeeld de tegelwand tot helemaal bovenin.
Dus dat is gewoon echt koperswens hoe ze dat willen werken. Het kan ook zijn dat al die kopers een eigen architect kiezen en dan zelf aan de slag gaan. Maar dat is voor ons bijna niet te doen, want er zit zoveel coördinatie aan. En dat hebben ze hier juist heel goed gedaan. Die hebben gezamenlijk toch een eenheid ervan gemaakt. Dus ik vind het ontwerp ook heel mooi geworden daardoor. Nou, we hebben hier een slaapkamer. Dan is er nog een slaapkamer. En dan hebben we hier de badkamer. Je ziet toch in dit project heel duidelijk dat het een eenheid geworden is. Zelfs de materiaalkeuze aan de buitenkant. En die andere projecten waar ik dus naar refereer, zie je gewoon een blauwe steen naast een houten gevel. Naast een gevel met leien en heel wisselend in hoogte en in architectuur. Ja. En dat is echt heel anders. Hier zie je vloerverwarming verdeelset. Bijna alle woningen zijn voorzien van vloerverwarming. Ofwel cv of elektrisch. Ja, sommige woningen hebben zonneboilers. Boilers opgewarmd door de zon. We hebben woningen aan die bronnen waar ik het over heb. Die worden uit de aarde gehaald, de warmte. Scheelt allemaal weer in stookkosten. Hè? Scheelt geld. En zo verrijst in de Vruchtenbuurt in Den Haag een uniek project van 33 zeer duurzame woningen. Duurzaam bouwen krijgt veel aandacht tegenwoordig. Al is dat nog meer in zakelijk vastgoed, dus bij bedrijfspanden. Daarbij wordt dan vaak BREEAM als instrument gebruikt om de mate van duurzaamheid van nieuwe en bestaande gebouwen te meten en te beoordelen. De aannemer van het project De Groene Mint heeft er veel ervaring in en realiseerde onder andere diverse duurzame distributiecentra voor logistieke organisaties. Je ziet in de zakelijke markt toch wel een hele groene ontwikkeling. Je ziet vooral in de logistiek zie je die duurzaamheid ontstaan. Ze noemen dat daar BREEAM. Wij doen best heel veel BREEAM projecten. BREEAM is een manier waarop je concurreert met elkaar eigenlijk. Dus je wilt duurzaam bedrijf zijn, dus je wilt in een duurzaam gebouw zitten. En er zit heel veel verschil in, dat ontwikkelt zich heel snel. Toen dat pas startte, toen had je vaak aan de onderkant laag BREEAM label. Je hebt vijf, je hebt pass, je hebt good, je hebt very good, je hebt excellent en outstanding. In het begin kwam goed regelmatig voor. Goed is tegenwoordig slecht geworden eigenlijk. Je ziet, iedereen wil de lat zo hoog mogelijk leggen. Dus very good is gewoon. Excellent en outstanding is echt regelmatig geworden op dit moment. Dus dat gaat heel snel. Je ziet in een paar jaar tijd zie je dat ontwikkelen. Zie je ook dat systeem ontwikkelen. Het wordt steeds beter en het wordt steeds slimmer en iedereen gaat erin mee. Dus tracing van producten, waar komen ze vandaan? Je hele systeem wordt steeds beter en je ziet dat in een heel snel tempo. Zie je zich dat ontwikkelen. Je ziet het ook vanuit de logistiek waar het ontstaan is. Zie je het doorgroeien naar scholen, bouwkantoren, gebouwen. Heel breed in woningen ook. Renovaties. Je hebt ook andere BREEAM labels tegenwoordig. Je hebt voor renovatie speciale BREEAM labels. Dus dat is een ontwikkeling die heel hard gaat. Je zou hier ook makkelijk een BREEAM label op kunnen. Excellent moet kunnen. De bouw loopt heel gestaag. We lopen goed op planning. De eerste woningen zullen eind januari opgeleverd worden. En dan eigenlijk de bedoeling tot eind maart. De uitvoering van het project komt in de laatste fase. De eerste woningen zijn klaar en op de bouwplaats beginnen nu ook werkzaamheden aan het aanleggen van de riolering. En daarna het aanleggen van de bestrating. Wij zijn deze week begonnen, ja. Wij hebben deze week de start gemaakt met het aanleggen van het hoofdriool. En dan hoofdzaken, het hoofdriool, dus de afvoer van het hemelwaterriool. Wij starten vaak met de riolering op het diepste punt. En zo bouw je zeg maar de constructie op, zodat je als je de woningen gaat aansluiten, de hemelwater afvoeren, dat je dan altijd je afvoer gewaarborgd is. En die hoofdriool dat ligt hier zo in deze bouwstraat. Wij zijn bezig deze week gestart met een hydraulische kraan met twee grondwerkers van ons. En de hoofduitvoerder is ook aanwezig. En die begeleiden zeg maar, in goed overleg ook met sprangers met de uitvoering. Want je legt in principe wel behoorlijk een bouw leg je natuurlijk behoorlijk plat als je een bouwweg eruit haalt. Dus in goed overleg probeer je dan ook de uitvoering tot stand te brengen. In stappen, zeg maar, onze werkzaamheden, wij beginnen altijd op het diepste punt. Dus wij beginnen met het aanleg van het riool, vuilwater, schoonwater.
Daarna gaan wij de cunetten graven. Dat zijn de grondwerkzaamheden om je verhardingsconstructie aan te brengen. Vervolgens bouw je zeg maar, die verhardingsconstructie op. Hè. Dat is je puinverharding, je straatlaag, je betonstraatstenen, je verhardingen en ook je trottoirs. En zo ga je dus stap voor stap ga je het opbouwen. En wij beginnen meestal niet aan het begin, maar we beginnen meestal helemaal aan het einde. En zo werken wij zeg maar, het perceel uit. Wij hopen zeg maar, volgende week met de werkzaamheden verder te gaan. En dat is hoofdzakelijk de ondergrondse infra, dus de aanleg van de hemelwaterafvoeren en de aansluitingen van de woningen. Dat dus de afvoer daarvoor gewaarborgd is. De komende tijd dan zie je zeg maar, ook wel een stukje kracht van de samenwerking die op een bouwproject moet plaatsvinden. En als je het over samenwerking hebt, dan heb je het ten eerste over de opdrachtgever, CPO, maar ook Sprangens. Sprangens die moet natuurlijk ook gewoon werkruimte zelf hebben om zijn werk te kunnen doen, om de woningen te kunnen bouwen. Maar het vervolg is dat er ook nog nutspartijen aan de gang moeten die hun kabels en leidingen moeten aanbrengen. Dan hebben we ook nog de gemeente die een aansluiting moet maken op de eerrit van de wind. En daar komen wij nog, zeg maar, nog bij om onze eigen werkzaamheden uit te voeren. Dus de kracht van een project realiseren ligt in de samenwerking. En die valt en staat met goede afspraken. Op dit moment zijn we in de afrondende fase wat betreft het eerste blok wat aan de linkerkant te zien is. Daar zijn we gestart met de afbouw van de woningen. Dus de binnenwanden, het stukwerk, het tegelwerk. De gevels zijn zo goed als gereed, dak en wind en water dicht. In het tweede blok, in achter mij, daar is de afbouw zojuist gestart. Daar zijn we is de stukken doorgestart. De tegelzetter gaat daar volgende week aan de slag. En gevelbetimmering in volle gang. En het blok wat het verst achter ligt, het noordblok, dat is aan de achterkant te zien. Daar zijn de spouwbladen van geplaatst. En dus de laatste in de trein. Nee, het noordblok is het blok wat het minst ver is op dit ogenblik. Daar is de HSB-wanden staan, de achterconstructie. En daarop gaan eigenlijk de latten komen voor en het Douglashout en de leien. En dat kan je eigenlijk hier zien bij het volgende blok. Daar zijn we eigenlijk op tweede na het verst. Het zijn drie blokken totaal. Je ziet hier al wat hout schijnen. Op de zwarte vlekken die nu nog zijn, daar komen zo met de leisteen op. En dat zal er zo meteen op deze manier uitkomen te zien. Ja, dit blok is het verst, dit is het mienblok. Ja, dat zijn de eerste 14 woningen. Ik vind het mooi. En ik heb als bouwer altijd geleerd, mooi en niet mooi, dat moet je maar niks meer zeggen. Want daar zeggen wij meestal niks van. Maar ik vind dit wel ik vind het mooi. En het is een in het oog springend project, ja. Ja. Hij gaat op mijn persoonlijke folder. Nou, de buitenzijde, zoals je ziet, die gaat redelijk naar het eind toe. En we zijn nu binnen begonnen om alles klaar te maken voor de spuiter. En die zal volgende week starten met de eerste woning, bouw nummer 1, om daar plafond en nekjes te gaan maken. Waar ik altijd heel erg gelukkig van word, hè, dat is ook mijn passie voor dit werk. Je bent met vele aannemers en leveranciers ben je bezig om een heel klein stukje gebied. En in dat stukje gebied maak je zeg maar een project. Er komen woningen tot stand, er komt verharding tot stand, er komt groeven tot stand. En dat valt en staat met de motivatie van je personeel, van werknemers. En als de werknemers er niet achter staan, dan mislukt een project. Dus wij kunnen zeg maar met z'n allen alles verzinnen, maar de werknemers die moeten dat uitvoeren. En dat moet met elkaar. En dat is het mooie van ons vak. De werkzaamheden aan de Groene Mien zullen de komende weken nog voortduren. De woningen worden opgeleverd in de periode van eind januari tot en met eind maart. Wordt vervolgd. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sprangers Bouwbedrijf en Graphorn Groenprojecten.